100.000 vaccins gearriveerd in Zanderij. Eindselectie gemaakt voor een aanbesteding voor de bouw van de brug over de Corentijnrivier. Voedselpakketten voor bewoners Welgedacht Zee. Goedendag, dit is Regionieuws TV in samenwerking met Dagblad Suriname. De aangekondigde 100.000 Sinopharm vaccins vanuit de Volksrepubliek China zijn aangekomen in ons land. De vaccins werden ceremonieel in ontvangst genomen op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het personeel van de Chinese ambassade en de Surinaamse functionarissen stonden daarbij met een banner met het opschrift: Lang leve de vriendschap tussen Suriname en China. De NPD heeft aangekondigd dat zij komende week een drive-through vaccinatiedag zullen houden, waarbij Sinopharm zal worden gebruikt. Op die dag zullen ook NPD-voorzitter Desi Bouterse en zijn echtgenote hun eerste vaccinatie toegediend krijgen, zo meldde de partij zaterdag 26 juni in een speciaal bericht. Die vaccinatiedag is inmiddels verschoven. De haalbaarheidsstudies en het ontwerp van de brug over de Corentijnrivier werden in november 2020 gepresenteerd aan geïnteresseerde bureaus, die vervolgens zijn uitgenodigd zich aan te melden om een Expression of Interest in te dienen. In totaal hebben 38 ingenieursbureaus of combinaties belangstelling getoond. Het gaat bij deze om meer dan 70 ondernemingen uit de hele wereld die zich hebben aangemeld. Suriname wordt vertegenwoordigd door 9 bureaus. De bureaus die zich reeds hebben aangemeld komen uit verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten, China, Spanje, Brazilië, Frankrijk, Canada, Japan, Duitsland, Italië, Trinidad en Tobago, Korea, Guyana en Nederland en ook nog vele andere landen. Na een eigen voorselectie door zowel de Public Works Guyana als het ministerie van Openbare Werken in Suriname hebben beide landen op donderdag 24 juni een gezamenlijke Zoom-meeting gehad met een eindselectie die gemaakt is voor totaal 8 bureaus die een uitnodiging zullen krijgen om een prijsaanbieding te mogen doen. De aanbiedingen worden uiterlijk 16 september verwacht. Daarna worden deze beoordeeld door een gezamenlijke evaluatiecommissie en vervolgens wordt overgegaan tot het contracteren van het bureau of de samenwerkende bureaus met de beste aanbieding. Het gekozen bedrijf heeft daarna circa een jaar voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie. Dit megaproject wordt in opdracht van de Surinaamse regering via het ministerie van Openbare Werken uitgevoerd. Bestuursambtenaren en resortsraadsleden van het resort Kouwarasan hebben op vrijdag 25 juni voedselpakketten uitgedeeld onder de bewoners van Welgedacht Zee. De voedselpakketten zijn beschikbaar gesteld door de regering als tegemoetkoming in verband met het heersende COVID-19. Districtcommissaris Hirasing van Wanica Noordwest heeft zich persoonlijk georiënteerd en heeft de bewoners en degenen die belast zijn en met het verdelen toegesproken. Ze heeft hierbij symbolisch het eerste pakket overhandigd aan één van de burgers. Tot slot het COVID-overzicht. 28 juni zijn 5 mensen overleden en er zijn 111 mensen positief getest. Tot zover het Regionieuws TV in samenwerking met het Dagblad Suriname. Dank voor uw aandacht en blijf gezond.